Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat sluierwolken, voornamelijk over het noorden van het land. Maar die sluierwolken gaan ook verdwijnen. En dat betekent dat we vandaag heel veel zon gaan zien. In het zuiden is het al zonnig mistbanken zullen snel verdwijnen en die zonwind meer en meer terrein Sterker nog, die sluierwolk in het noorden. Ja, het is wel wat minder blauw, maar de zon schijnt er ook prima doorheen. Vanmiddag temperaturen van 24 graden in de kop van Noord-Holland en op de Wadden. Tot zo'n 26 of 27 graden in het binnenland. Een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Vanavond is het eh, kraakhelder met temperaturen van 20 graden en amper wind. Heerlijke condities om nog even wat te ondernemen. Dan naar morgen, weer zo'n zomerdag. Temperaturen dik boven de 25 graden, maar in de loop van de middag draait de wind wat meer naar het westen en dan kan het vlak bij zee iets afkoelen. Het blijft ronduit zonnig. Vrijdag zien we misschien iets meer wolkenvelden, maar ook dan nog veel ruimte voor de zon en temperaturen dicht bij de 25 graden, maar waarschijnlijk net daaronder. Zaterdag komen we weer net wel boven met in de avond, maar misschien pas in de nacht na zondag, een eerste bui. Ook zondag nog een enkele bui, maar zondagmiddag is het alweer droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.